het niet zien. Dus ik vond het alleen hens. Dankjewel Bert, de aanvoerder van Barendrecht staat bij mij, Joe Jongman. Ja, grote gedeeltes van deze wedstrijd zijn jullie zeker niet te minderen. Waarom verliezen jullie dan toch? Persoonlijke fouten, denk ik. Als je kijkt bij de eerste goal, er wordt een bal diep gespeeld of gekoppeld. Ik weet niet precies hoe het ging, maar hij valt er net overheen en we stappen verkeerd. En hij ligt in het mandje. Ik denk dat bij de 2-0 precies hetzelfde. Verliezen we de bal op het middenveld slordig. En in de counter maken we gelijk 2-0. Komen we even goed terug. En ik denk dat de derde goal wel. Ja, ik denk dat het overtreding was. Maar goed, scheidsrechter beoordeelt het anders en we krijgen een penalty tegen. Hadden jullie nog hoop bij de 3-1? Want volgens mij was vorige week ook 3-1. Hè? Ja, klopt, tuurlijk. Ja. Maar jouw hoop moet je altijd houden. Alleen ik denk dat er nu wel iets minder doortastbaarheid was als vorige week. En ik denk dat we toch wel een beetje de handdoek in de ring hebben gegooid. Onverdiend, vind je? Ja, ik weet niet. Je speelt gewoon goed voetbal. Tenminste, goed, redelijk. En dat moet altijd beter, maar. We waren zeker niet te minderen. Je noemt het geval de penalty. Heb je in je hoofd zoiets van, ja, dat is uiteindelijk misschien ook wel het breekpunt geweest? Want anders sta je op één doelpunt, kun je misschien nog met een slotoffensief wel iets forceren? Ja, ik denk als je een overtreding maakt en het is een zuivere penalty, dan heb je er genoegen mee. Maar hij wordt gewoon vol in zijn rug geduwd en ja, hij slaat naar de bal toe omdat hij zijn evenwicht verliest. Ja, hij krijgt geel en een penalty tegen en ja, ik denk dat toen het echt wel het breekpunt was. Er staan heel veel vertrouwen uit, hè? Jullie manier van spelen. Jullie hebben het ook laten zien al voor de winterstop en na de winterstop. Ja, dat krijgt geen knauw door deze nederlaag, denk ik. Nee, tuurlijk niet. Je staat gewoon nog hartstikke goed bij in de top 5 volgens mij. Of in ieder geval bij de eerste 7. En ja, dat is gewoon voor Barendrecht begrip is dat hartstikke goed. En we moeten hier ons zeker niet ons laten nekken of zo door zo'n nederlaag. Ik bedoel, voetballen kunnen we hartstikke goed. En je hebt het vorige week misschien gezien. Dus we zijn ook doortastbaar. En als we dat vasthouden, dan komt het allemaal goed. Dankjewel. Adrie, ik vond jullie zowel de eerste als de tweede helft in grote gedeeltes de best voetballende ploeg in deze wedstrijd. Toch verliezen jullie. Leg eens uit, hoe komt dat? Door de foutjes die wij gemaakt hebben. Die hebben we zeker gemaakt met de goals. Die straffen zij af. En in de omschakeling hebben ze nog wel mogelijkheden gehad. Maar wij hebben echt wel hele goede mogelijkheden ook gehad om ook het verschil te maken. Nou, dat hebben we niet gedaan. De mogelijkheden die zij kregen, die hebben ze goed afgestraft. En ik vond, daarin waren wij slordig. En hetgene wat we zelf gecreëerd hebben, ja, daar vind ik dat we te weinig uit gehaald hebben. Wat heb je in de rust gezegd eigenlijk? Dat we eigenlijk zo wel door moesten gaan. Ik had eigenlijk gehoopt zeker dat kwartier na de rust, na hun goal, hè, die viel natuurlijk eigenlijk zomaar. Had ik eigenlijk wel gezegd van, toen had ik een goaltje verwacht. Ik zeg, dit moeten we wel vasthouden. Ik vond dat we iets compacter moesten gaan spelen. Bij de lange ballen van de Leijen bijna alles gewonnen in de lucht. En die legt ballen ook goed terug, dus daar moesten wij wel meer mensen bij hebben, vind ik. Dus iets compacter gaan spelen en wel die pressie naar voren houden. Nou, en dat hebben ze echt wel goed gedaan. Als ik dan nog zie in de 89e minuut met een 3-1 achterstand en dat ik dan mijn elftal nog terug ziet sprinten om dan toch nog proberen tegen te houden. Ja, daar moet ik ze wel een compliment voor geven. Ik vind het alleen jammer dat we hebben ons te weinig beloond. En vooraf met dit allemaal erbij dacht ik van, nou, ik hoop voor een aantrekkelijke wedstrijd. Nou, dat is van beide zijden is dat zeker gelukt. Hè? Dus dat is wel weer wat de nodige reclame. Achteraf heb ik toch wel een klote gevoel, want ik had toch ook wel graag de punten gehad. Ook al ben ik altijd wel van het ideaal, maar ja, het is niet anders. We hebben verloren met 3-1. Was de penalty het breekpunt? Ja, ik denk wel in het mentaal oogpunt. Ik vind het wel. Schaper staat er goed op. Je ziet duidelijk Werkman duwen bij Aarts, waardoor hij zijn evenwicht verliest. En die bal komt tegen zijn hand aan. Aarts is langer dan Werkman. Hij kan hem zo wegkoppen. Je ziet hem echt met twee handen duwen. Jullie verslaggevers sprakten het nog, die beaamden het ook. Ja, dan wordt het 3-1. En toen heb ik nog proberen wat moed erin te spreken. Vorige week stonden we ook 3-1 achter. Ik hoorde het je zeggen. Alleen wat ik op vond vallen is, waar jullie groot gedeeltes van de wedstrijd de betere ploeg waren, jullie toch na die 3-1 niet meer echt gevaarlijk konden worden. Nee, en ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik vorige week eigenlijk ook al gezegd. Toen viel er natuurlijk ineens die 3-2 door die vrije trap van Jongman. Daardoor krijg je weer geloof en dat geeft energie. En ik had nog op de flap geschreven. Ik zeg, voor een goal heb je maar 5 seconden nodig. Dus het geloof moet je wel blijven houden, maar het zeggen is 1 en dan het uitvoeren met vermoeidheid is 2. En ja, ik moet zeggen dat HSC natuurlijk wel een stukje beter was dan Tech. Dus, maar we hadden toen niet geluk aan onze zijde. Nee. Ook een beetje meezitten moet het soms. Hè? Was dat ook iets wat in deze wedstrijd er misschien net aan ontbrak? Die kansen die er niet ingaat, zo'n penalty waar de beslissing net de verkeerde kant op valt? Ja, dat kan. Alleen ik heb altijd gezegd, ik wil niet afhankelijk zijn van geluk. Er zijn mensen die zeggen, geluk dwing je af. Nou,
als dat zo is, dan wil iedereen die formule weten, want dan heb iedereen geluk. Geluk moet je toekomen. Je kan wel op basis van een speelwijze meer in de 16 komen dat een bal een keer goed valt. Maar dan is je speelwijze hetgene waardoor je het hebt afgedwongen. Dus wij hadden best wel wat geluk kunnen hebben in sommige situaties, maar wij moeten zelf gewoon beter spelen. En ik wil winnen op basis van een idee, een plan. En dat we dan wel kunnen scoren. En ik wil niet afhankelijk zijn van een toevalligheid. En nou, die toevalligheden waren vandaag niet. Nou, dan ligt het aan ons, hè. Dankjewel.